Hey, goedemorgen en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog, een nieuwe week. En ik zit er al helemaal klaar voor. Ik heb vanochtend een morning routine opgenomen als reel. Het leek me heel leuk om een keertje te doen. Dus die ga ik zo meteen editen. Die kan dan online. En voor de rest heb ik vandaag een call. Ik ga met mijn moeder kerst shoppen. Yes! En daar heb ik echt heel veel zin in. Nu ga ik eerst even ontbijten en dan... En dan lekker aan het werk. Nou, mijn reel is geëdit. Heel erg chill. Ik ben zo blij dat ik hier meteen mee ben begonnen vanochtend. Echt heel leuk wordt die. Is hij geworden. Nu ben ik even mijn camera voorzichtig aan het opbergen. En dan wacht ik op mijn moeder. En dan gaan we samen naar de karwei. Want daar hebben we hele mooie kerstballen gevonden. Dus we willen even in het echt kijken hoe ze eruit zien. De ontbijt is binnen. We hebben allebei, mam en ik, champagneballen. En ik heb dan dit leuke balletje erbij. Keer drie. Helemaal leuk. En ik heb een mooie loper. Mooie loper. Past er ook mooi bij. Mooie bal. Wauw. Ik ben weer thuis en onwijs goed geslaagd. Je ziet niet heel goed. Het is een beetje tussen goud en rosé in. Champagne. Heel mooi. Ook een mooie licht champagne piek. Ik heb clusterlampjes gekocht. Vind ik heel mooi dat je zo'n dikke strook met lichtjes hebt. Het valt me echt heel erg mee. Het was nu... 25% korting op de ballen. Dus als je dit ziet, rennen naar de karwei. Oké, nu, het wordt gewoon helemaal donker, wat vreselijk. Ga ik me omkleden, want ik wil heel graag de bedombouw. Die hebben jullie in de vorige vlog gezien. Die hebben Jus en ik samen gemaakt. Die wil ik nu gaan schuren en in de grondverf zetten. Zodat Justin vanavond alle randjes kan kitten. Ik het morgen kan aflakken. Leek me heel goed. Tadaa! Aan de slag. Alles is geschuurd. Dus al die plekjes die je ziet, die zijn nu helemaal vlak. Ik kan gaan schilderen. En het wordt dus allemaal de kleur Bijou Bijou. Je ziet hier al een beetje wat de kleur is. Roosachtig. Dit is natuurlijk van Lab Paint. En ik ga hem nu eerst met de houtprimer behandelen. Dat droog is, wat heel snel droog. Ga ik hem aflakken. Het staat helemaal in de grondverf. Nu is Justin thuis. En we gaan even boodschappen doen. Want het is maandag, hè? Maandag is boodschappendag. Wij willen dus heel graag een fauteuil. Dit is de droomfauteuil die ik echt wil. Oh mijn god, maar ga ik dit er doorheen krijgen bij Justin? Ik ben er bang voor. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Het is heel mooi weer. Het is echt super koud. Heeft vannacht ook gevroren aan de auto's te horen vanochtend vroeg. Want volgens mij moest Justin krabben. Maar kijk nou. Kijk eens even, een blauwe lucht. Even snel mijn kluskleren aangedaan. Want voordat ik me ga klaarmaken voor de dag, ga ik eerst het hoofdbord in de lak zetten. Zodat het lekker de hele dag kan drogen. En dan hoef ik me niet later op de dag nog weer om te kleden. We hebben een nieuwe spuitbus gekregen van dat spul voor op de structuurmuur. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar vorige week dacht ik echt super cool om dat even te fixen. Bleek de substantie uit de fles helemaal niet goed te zijn. Nu moet ik die muur weer kaal gaan krabben. En gaan we het opnieuw proberen. Maar ik heb besloten even lekker te wachten op Justin. Nu ga ik een rollertje pakken en dan het hoofdbord in de roze lak te zetten. Het staat dus nu in de grondverf. Super strak. En Justin heeft gisteravond alles gekit. Dus dan is het nog strakker. En nu kan ik dat mooi meenemen. Tijdens het lakken, dan zie je dat witte kitrandje ook niet meer. En hier komen de stopcontacten in. Aan beide kanten, dat heeft Justin, heeft er stroom naartoe getrokken. Het eerste nachtkastje staat in de lak. Oh, dit smeert zo fantastisch, omdat die grondverf zo fantastisch is. Top, het droogt ook al heel goed. Staat in de verf. Even een zakje halen voor het bakje. En dan kan het lekker gaan drogen. Zo, ik heb me aangekleed. Oh, zo irritant. Dat die lens niet meewerkt steeds. En dit is het geworden. Giletje, die heb ik gekocht bij de Terstal. Spijkerbroekje en daaronder een lekker blouseje van Refine. Ga eten en dan ga ik Boemertje halen. Want Boemer is vandaag de hele dag alleen. En dat vind ik zielig. Dus Boemer die komt gezellig bij mij chillen de hele dag. Kijk eens wie ik daar heb opgehaald. Mijn lieve Boemer. En ze was toch blij, joh. Niet te doen. Boemer mag dus echt niet op de bank. Maar wel op het kleedje. Dus kijk of ze dit nu volhoudt en begrijpt dat ze alleen daarop mag. Lekker met Boemertje gewandeld. En toen ben ik achter de laptop gegaan
zitten en de vlog gaan editen. Dus die staat nu online. Super chill. En kijk nou hoe ze ligt. Zo cute. Loefje, ben je zo lief? Ze snapt de hint van het dekentje wel. Moet ik zeggen dat het kleedje wel heel lekker zacht is hoor. Nu ga ik even lekker een eitje bakken met een tomaatje. En ik heb prei voor het avondeten van morgen. Alleen dat is nogal veel, dus dat doe ik ook nog nu door het eitje. En dan even lekker lunchen. Oh. Alle spullen van de plank hier in de keuken en van het aanrecht aan deze kant eraf gehaald. Ik ga een leuke reel maken dat ik het helemaal ga stylen, schoonmaken, alles op zijn plek zetten. Dus dat wordt een hele gezellige reel. Ik heb besloten dat ik deze maand heel veel reels wil plaatsen. Misschien zelfs wel elke dag. Dus heb je leuke ideeën voor een reel? Let me know. Laat het vooral hier in de reacties weten of stuur me een DM. En dan neem ik het mee. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Justin en ik hebben hele duidelijke afspraken. Ik doe een aantal dingen standaard in het huishouden en hij ook. En daar hoort dit niet bij, bij mij. De grijze bak bij de weg zitten. Maar hij was het vergeten. Ja hoor, 1,5 graad jongens. Wat denken jullie, zal het gaan sneeuwen? Echt een hele donkere lucht daar. Ik ben nu bij een fanbranding klant. En daar ga ik 1,5 uur content schieten. En dan ga ik direct door naar een volgende fanbranding afspraak. En daar ga ik een video filmen in de winkel. Dat is een kledingwinkel, dus daar heb ik heel veel zin in. Fanbranding dagje, dus ik weet niet in hoeverre ik veel kan delen gaan vandaag. En het zou helemaal leuk zijn als het gaat sneeuwen. Nou, het heeft inderdaad gesneeuwd net. Wel natte, vieze geworden sneeuw. Dus we kunnen geen sneeuwpop maken. Maar ik vond het wel heel gezellig om te zien. Ik kon het niet filmen. Maar misschien heb je het zelf ook wel gewoon gezien, hè? Theetje maken. Ik heb echt hele leuke fanbranding dag gehad. Hele leuke video's gemaakt. Ik kon niet stoppen met filmen. Want alles is zo mooi in die kledingwinkel. Dat je echt denkt, oh, dit wil ik ook filmen. Oh, dit wil ik ook filmen. Dus nou, heel leuk. Nu even gemberteetje maken, stofzuigen, alles op mijn harde schijf zetten. En dan is het straks alweer tijd dat Justin thuis komt en dan gaan we koken. En ik heb gisteren hier dit hele hoekje leuk aangekleed. Dat heb ik ook gefilmd voor een reel. Zo leuk eruit zien. Omgekleed in mijn klusoutfit, want wij gaan klussen. We gaan namelijk de hele slaapkamer in de balfix zetten. En dat is dus de grondverf voordat we kunnen gaan schilderen met de echte verf, zeg maar. Lampje van het plafond. Bouwlamp aan. En we gaan dus dit en deze muur schilderen. En misschien ook het plafond. Dat ziet er very nice uit. Het eerste muurtje staat in de wallfix. Mooi hoor, mooi kleurtje, heel oud roze. Nu muur 2. Ik heb mijn make-up afgehaald, ik heb mijn chillkleding aangedaan. Maar ik dacht, voordat ik op de banken plof, ga ik jullie nog even updaten. Deze muur, picobello, echt super chill. Dekt echt wel heel goed met de wallfix, dus daar kan eigenlijk morgen, overmorgen de verf op. Dan hadden we natuurlijk deze verklote muur. We hebben 2 spuitbussen van dat structuurspul gekocht. Dat heeft gewoon niet gewerkt. En nu zaten we echt, ja shit, moeten we gewoon echt maar 1 zo'n muurtje laten stuken. Dus toen zei ik tegen Jus, en wat als we nou die hele muur gaan schuren? Er zit dus een zandkorrel in die muur. En dat hebben we gedaan. Nou, we hebben het 1 baantje gedaan om even te checken. Want het is bijna 8 uur, dus we willen geen herrie meer maken. Maar perfect. Dus morgen ga ik deze hele wand schuren. Afnemen met een doekje. En dan kan die in de wallfix. Kijk eens even wat hier gebeurt. Toch nog even op beeld. Good morning. Kijk eens even wat een lekker ochtendje. Mijn auto is helemaal bevroren. De lucht is strak blauw. Dit zijn echt mijn dagen. Hier ben ik zo gek op. Ik heb me nu eerst even in mijn kluskleding gehesen. Want ik ga in de andere slaapkamer alles schuren. En in de grondverf zetten. Ik heb de hele muur geschuurd. Wat een kutklus. Maar ik ben heel erg blij met het eindresultaat. Dus ik ga het nu helemaal
in de wallfix zetten. Take 2 met de wallfix. Van vandaag een heel leuk t-shirt van Refines. Die kreeg ik van de week binnen. Dit gilet is van de Zara in de goede maat. Heel nice. En een leerbroekje van Stradivarius. Lekker mijn haar gewassen en gefeund. Ik moet, nou ja, ik zeg het elke keer, zo freaking nodig naar de kapper. Het is echt droog, dood en geel. En een rondje lopen. Ik moet even naar de Ethos. Eerst even een tostitje, want het is al 12 uur en ik donder om anders. En ik ben ondertussen ook even aan het oefenen, want het is de bedoeling dat ik vandaag ook een cover op ga nemen. Jullie weten hoe dat gaat, hè, bij mij. Als ik dat voornemen heb, lukt het vaak niet. Och, wat is het lekker zeg, buiten. Steenkoud. Maar de lucht is zo lekker fris. En glad. Heel glad. Gewandeld. Het was echt heel fijn. Ik moet alleen zeggen dat ik een beetje hoofdpijn. Hoofdpijn begint te krijgen. Ik zit nog in de ontkenningsfase, want ik heb gewoon heel veel te doen. En vanavond ga ik naar Amsterdam, tenminste vanmiddag, einde middag. Maar het is wel een heel vervelend gevoel. Ik geloof het of niet, maar de cover is echt super goed gelukt. 2 keer opgenomen en toen was ik eigenlijk tevreden. Nu ben ik even eten voor mezelf aan het opwarmen, nog even van gisteren. Want het is nu 4 uur en om 4:30 ga ik richting het station en dan ga ik naar Amsterdam. Want daar opent Freebird een nieuwe winkel, of überhaupt een winkel. Vet leuk. Dus daar ga ik heen. Even kijken wat voor mooie collecties ze hebben. Dan eigenlijk alweer terug naar huis. Dus het is echt even heen en weer met de trein. Maar vind ik wel heel leuk, want volgens mij is Amsterdam heel gezellig in deze tijd. Ik ben ready. Ik heb het jasje aan wat ik gisteren aan had. Ik kon natuurlijk niet wachten. Het jasje is van Refined en ik heb hem nu op een zwarte pantalon. Want ik vond ook de glitterbroek erbij een beetje heftig. Aangezien het niet mijn feestje is, maar ik op een feestje kom. Die glitterbroek gaat wel absoluut een keer aan met het jasje. Ik denk misschien wel met oud en nieuw of zo. Hoor. Ik heb even een maskertje opgedaan, want ik ga even iets herstellen in die andere kamer. Dus ik dacht, ik doe nog even geen make-up op. Ik doe even lekker een maskertje op, kan even mijn huid lekker verwend worden. Dus ik ga het stuk spul pakken, want volgens Justin kan ik dit prima zelf. Nou, oeh, jeuk. Dus we gaan het zien. Kijk, ik weet niet of je het heel goed ziet, maar op het plafond zijn dus wat beschadigingen, omdat ook daar de kast aan vast zat. Dus ik ga nu eerst die gaten dicht smeren en dan ga ik proberen die structuur erin terug te brengen. Ik zal even kerstmuziek opzetten, want met kerstmuziek gaat alles toch een stuk beter. Oké, ik ben klaar. Het ziet er sowieso nu een beetje gek uit, want dat stuk is een andere kleur dan ons plafond, want ons plafond is wit en het stuk niet. Maar ik denk dat het best goed gelukt is. Dat de structuur best goed lijkt, zeg maar. En helemaal als het straks natuurlijk één kleur is. Oké, maskertje is bijna ingetrokken. Dit is zo bizar. Mijn huid slokt het masker gewoon op. Hier ook echt een heel droog plekje. Ga ik meteen nog even een beetje masker opsmeren. Hey, nou, 6000 jaar later. Jeetje, die zon schijnt vol in de lens. Ik zal even wachten tot ik in beeld ben. Ik zit in de auto onderweg naar de Quantum. Want ik ga een kerstboomrok kopen. En kijk even wat voor heerlijk weertje het is. Nou, de schade is vrij beperkt gebleven. Ik heb 2 kerstboomrokken gekocht. Ik zal het thuis even laten zien. 1 boeketje droogbloemen. Het zijn een soort veertjes. Zal ik ook thuis natuurlijk even laten zien, want ze liggen achterin. Maar er was veel. Ik heb veel foto's gemaakt. Want
dan kan ik dat weer vragen in deze decembermaand. Ik zal jullie even de aankoopjes laten zien. Ik heb echt zo'n goed cadeau voor Jus gekocht. Ik vind het jammer dat ik het niet met jullie kan delen, want nu kijkt hij niet per se de vlog. Maar zal je net zien dat hij het toch een keer gaat kijken. Maar ik vind het echt een heel leuk cadeau. Maar ja, hebben jullie geen reet aan. Ook heb ik dit gekocht bij de Quantum. En nou, dit zijn dus de welbekende kerstboomrokken. Dat doe je dus om de... om de poot, om de stam van de kerstboom. Dit bosje gekocht. En die leek me leuk voor in deze vaas. Vet gezellig, toch? Ik vind het heel cute zo. Staat het cadeau. Alleen nog een kerstboom en dan kan er al meteen een cadeau onder. Nou, de fantastische werkoutfit is weer aan. Want voordat ik ga beginnen aan het eten, wil ik het plafond in de grondverf hebben staan. Wat een klus, wat een klus. Nou, ik heb mijn haar even gefeund en me weer omgekleed voor de 60 keer vandaag. Want ik ga gezellig met Quinty en Esmee een drankje doen in de stad. Dus, toeloe, zie jullie morgen weer. Ga even genieten van mijn avond. Verf zit erop trouwens, maar dat zien jullie morgen. Morning, ik heb een hele gezellige avond gehad gisteravond. Vandaag lekker uitgeslapen. Mijn haar is echt super vet. Dat zie je ook wel een beetje hier. Geen kluskleding vandaag. Ondanks dat het zaterdag is. Maar wij gaan straks eerst een kerstboom halen. Dan gaan we mijn winterbanden onder mijn auto zetten. Of dat misschien eerst. I don't know. Maar in ieder geval, dit weekend moet het. En dan gaan we naar mijn oma. Want in haar tehuis treedt een koor op. En in dat koor zit Justus open. En vanavond lekker eten met mijn hele familie. Dus een drukke dag. Geen tijd om te klussen. Maar morgen gaan we dat inhalen. Oké, plans changed. Zoals altijd. Justin gaat mijn winterbanden onder zetten. Zodat ik hier kan gaan schilderen. Nice. Dus ik ga hem weer opkleden. Tijd. Mijn favoriete kleur van het hele huis. Bichou Bichou van La Paint. Gaat dus op alle muren. En het plafond. Ik zal weer even een gezellig timelapse voor jullie maken. Is dat wel leuk om te zien, toch? Nou, ik hoop dat het op beeld iets sneller gaat dan dit. Alles staat in de verf, inclusief het plafond. De muren zijn al vrij strak getrokken, nog niet helemaal. Het plafond is dus nog vlekkerig, maar ook dat trekt er helemaal bij. Ik ben heel blij met het resultaat. Ga ik me nu maar weer douchen. Alleen even mijn lijf tenminste. Of is mijn hele gezicht ook onder? Volgens mij valt het mee. Want ik zit helemaal onder de verf. En dan aankleden en dan eerst maar eens even lunchen. En dan zien we wel hoe de rest van de dag loopt. Nou, we hebben even lekker geluncht nu. Is het tijd om een kerstboom te halen? Yay! Ik moet hem alleen even naar binnen zien te krijgen. Kijk eens even, we hebben hem net uitgezocht. Dat ging echt heel soepel, maar hij is vrij groot. Hij is wel mooi hoor. Oké, zullen we hem dan eerst in de keuken zetten of weer meteen in de woonkamer? Ja, nu hebben we er wel zon bij. Dit is dan onze kerstboom. Hij zakt erin. Oh. Even een paar handen op. Ja, kan hij mooi drogen en hij moet nog een beetje uitzakken hier en daar. Ik weet wel dat hij heel mooi is, ook qua grootte. Gewoon qua hoogte, zeg maar. Wel duur, maar wel een mooie kerstboom. Boom hebben we. Hij heeft net geleverd, dus hele goede service. Mag ik wel voor dat geld? Jezus, wat duur. En nu lopen we naar mijn oma, want Justins opa treedt op met het koor bij mijn oma in het tehuis. Nou, dat is natuurlijk heel leuk. Daar moeten we even kijken, want wij zijn fan nummer 1. Morning. Het is vandaag zondag. Ik heb nu even leuke kleding aan, zeg maar. Geen kluskleding. Want ik ga eerst de boom optuigen. Ik ga de ballen erin hangen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En daarna ga ik me omkleden. En dan ga ik de slaapkamer afmaken. Hier tussen die kastjes komt natuurlijk ons bed te staan. En het hoofdbord gaat eraf, want die is veel te hoog voor onder het schuine raam. We hebben als het ware natuurlijk nu gewoon een hoofdbord gemaakt. We hebben nu ook een soort van vensterbankje waar ik nog wat leuks op kan zetten. Slechts herpzellen, oh mijn god. Oké, dan. Ja, dat zie je natuurlijk niet.
is het helemaal roze achter mij. Oké, ik ga het even proberen te filmen. Kijk of je het nu wel scherp stelt. Helemaal roze. Het is helemaal strak getrokken. Geen vlekje meer te zien. Nou, de deuren zijn aan de binnenkant natuurlijk ook roze. Dus dan heb je een heel roze vlak. Op het gat komt nog een dop. Want dat is voor de... voor het afzegsysteem. Dan moeten er voor de rest natuurlijk nog plinten, maar die gaan we bestellen. Dus dat is voor later, maar dat kan ook gewoon als het bed er natuurlijk al staat. Wat ik vandaag ga doen, is deze hele wand schuren. Zoals je ziet is het daar heel erg verkleurd, want daar heeft dus altijd een spiegel gestaan. Want we willen het terug naar de houtkleur. Dan gaan we eerst eens even kijken wat die houtkleur precies is. Ik denk dat het wel heel mooi licht is. Nou, het is tijd hoor. Dit zijn natuurlijk de kerstballen en het piekje. We hebben gisteren nog even extra lichtjes gehaald, aangezien we een iets wat grote boom hebben. Nou, ze zitten in de auto. Ik was helemaal lekker bezig met de kerstboom inhangen. Kwam ik erachter dat we hebben twee verschillende soorten lichtjes. Dat wist ik, want we hadden nogal een grote kerstboom. Dus we hebben gisteren even lichtjes bijgekocht. Zijn ze gewoon helemaal een andere kleur. Dan ga ik weer naar de karwei om het te ruilen. Oh, was ik net zo lekker bezig. Nou, wat een armoe. De karwei is gewoon dicht op zondag. De status nu wel heel mooi met die lichtjes, maar helaas dus veel te weinig. Morgen ga ik... nieuwe lichtjes halen. Nou, ik kies de klusjes wel weer uit. Oh, het is echt heel stoffig hier. Als die plank is, worden ze allemaal. Moet ik nog wel even zien te fixen. Maar tadaa. Wat een klus. Oh mijn god. Ik ben hier echt 3 uur mee bezig geweest. Maar ik ben heel blij dat we het gedaan hebben. Inmiddels is alles schoon en stofvrij. Het raam gelapt, dus we kunnen weer naar buiten kijken. En je ziet dus op beeld niet heel goed, maar het is in het echt best wel warm. De muur, best wel gele. En nu heb ik dus dit gedaan. Het is nog nat, dus het zal nog meer in het hout trekken. Probeer zo of dit iets is. Misschien wil ik het nog op één plank proberen en dan met iets minder nog. Als het lelijk is, dan schuur ik het er namelijk zo vanaf.